Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een nieuwe aflevering van Kirby Return to Dreamland. Ja, ik zit te wachten van, hoe lang gaat het duren voordat je zelf kan onthouden, maar niet lang dus. Het ging goed. Ja, je ziet ook, zwaard is een van de weinigen die ook onder water werkt. Ja, inderdaad. En is ook meteen een van de makkelijkste om onder water te hebben. Back. Okay. Ja. Voor de mensen thuis, wij doen dit dus in real life opnemen. Ja. En tot nu toe nog in één zitting. Ja, maar deze maken we ook af in één zitting. Ja. Yeah. Dat is een goed idee. Nou ja, of in één zitting, of tenminste voor een groot deel. Ja. Tornado. Kaboom! Nee, dit is kaboom. Wat doet kaboom? Dan moet er wel wat enemies zijn, anders ook geen kaboom. Kijk eens, dit doet kaboom. Kaboom! Het werkt alleen niet. Hoeveel damage deed jij? Nou, de helft van zijn HP, dus aardig wat. En nu wil ik wel even fatsoenlijke ability, dus dat. Ja, kaboom is gewoon een. Is een screen nook. Met ook precies de juiste naam, kaboom. Heet die ook zo? Ja. Wauw. Dat is nog. Nu is het nog een interessante game. Wat is dit? Oké, niks. Nee. Ja, voor sommigen weet ik niet meer zeker of ze een ability waren, ja of nee. Poef! Ja, maar ik hoef geen bom. Bom is hartstikke leuk voor sommige dingen, maar meer in de praktijk zeg ik ook gewoon fuck it tegen kaboom. Ja, tegen bom. Kaboom is altijd wel leuk, maar is single use. Hij deed wel zoveel damage op die bos. Ja. Of op die semi-bos. Ja, oké, okay, dat was alleen maar een rode ster, dus. Ja. Ook niet belangrijk. Nee? Oké, okay, is deze iets? Ja, is een schoen. Nou. Oh, nu weet ik hem. Gaan we. Oké, ik ga niet onder jou staan. Kijk eens even wat jij hebt. Noppen van heb ik jou daar. Hoppatee. Nou, dat was jouw schoen. Dat is mooi. Kijk daar, man. Nou, dit was een korte. Dat was schoen. Kom maar krachtig. Daar kan je alleen met een scoop kop maken. Mm-hmm. Sorry. Nee, ik ook. Ja. En dan gaat hij. Kom hier, ik wil water. Ik wil surfen. Wee! Toch geen spoel meer. Nee. Oké, wat hebben wij hier? Ja, ik heb niks meer, dus oeps. Bossfight? Nee, niet doen. Laat je wel mooi kloten met die eagle. Ja, dat heb je in de gaten. Het wordt gewoon geabandoned. Ja. Ik
En hij gaat met water. Van me aan, van me aan. Nou, ik dacht van, we kunnen hem voor ons laten werken, maar zo ver reikt zijn ability niet. Dat is dan weer jammer. Ja, en nu merk je ook, waardoor verlies je de meeste HP? Nou, door onzin zoals dat. Door eels. Ja. Die zijn nog net zo kut als dan Mario. Ja. Sterf. Echt. Goed, dat was weer een level. Ja. Dit is wel mijn ding. Ja, inderdaad, ja. Dank je, Megalore. Hoppatee. Next! Haha! Oké. Oh, de zweepuitdaging, mooi. Let us with rest. Nee, nog een paar energiebollen hebben we zometeen weer een nieuwe kamer unlocked. Dus. Nieuwe kopieerkamer. De tunnelkamer. Ja. Wee! Ja, van speedrunner. Ja, maar dit wel, ja. Wee! We hebben waarschijnlijk al ziektes. Ja, maar dat maakt niet uit. Het is een wildwaterbaan naar beneden, hè? Dan ga je ook niet focussen op alle kleine dingetjes. Ik doe nog een keer gezwemmen met z'n drieën. Het is de vorige keer niet wel goed gegaan. Nee. Oh, hier is een geheime tunnel. Geheime portgang, geheime portgang. Door de gang. Geheime, 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 geheime portgang. Jawel. Kijk hem. We've got a life. Een upje. Een upje, ja. Geen... 7-upje, maar gewoon een upje. Ja. Dank je. Ik vind hier nog weinig papaya aan. Ja, ik ook. Misschien nog mijn fruit te bekennen. Ja, misschien is de Final Boss papaya, wie weet. Ja, wie weet. Ja, de Final Boss is net ook geen oliebol. Nee. Hij had wel de vorm van de oliebol. Oké, jij gaat... Nou ja. Ik moet wel een beetje tegelijkertijd lopen met jou. Hé, hey, jij hier. Ja, zeker. Nou, ja, voor zo'n tussenserie is het best wel nice, denk ik. Mm-hmm. Opeten. En wil je water of wil je vuur? Water! Go, go, Power Rangers! Ja, ik kan niet surfen, dat kan alleen jij. Nou, bostijd. Wie hebben we? Ah! Mundo. Nou, weet je vast welke ability je gaat krijgen van Mundo? Nee, ja, de steen. Ik neem Mundo wel. Want vaak krijg je dan weer zo'n vaardigheid of iets waarvoor je dan die ability moet gebruiken. Nou, ga je zo even kijken links. Wat? Zo'n schroefje. Eén zo'n schroefje. Nou.
magma. Whee! Oh. En weer omhoog. Oké, één van ons moet het middelste pad nemen. Jij het middelste pad, man. De game zegt nee tegen het middelste pad. Okay, dan kunnen we het toch niet kapot maken. Ja, ja. Wat flauw weer. Misschien gaat hij aan de overkant langs? Nee. Lullig. Heel lullig. Ik denk dat we ook eerlijk gezegd al bijna zijn. Gewoon dit doen, gewoon eerst kijken waar we tegenaan vliegen. Ik zag net wel zo'n enig van een blauw sterretje of zo. Ik weet niet wat die zou doen. Mm. Mogelijk of een walk of iets anders. Oh, vuur weer. Oké. Kom hier. Drakenvlam. En drakenvlam doet. Draak. Nog niks. Nu wel. Nu wel. Bullshit. Dat is alleen maar damage wanneer het ding in beeld is. Aha. Net te laat. There we go. Net te laat. Ja, kom maar. There we go. Te laat. Te laat. Laat. En? Ja, nu laat ik er van de andere kant komen. Daar zat verschil in, hè? Ja, dat zou eigenlijk niet aankomen. Nee. Nice. Oké, okay, dat is al één. Oh, dat zijn er veel. Maar we gaan allemaal net zo snel weer dood. Kaboom. Nee, een octol. Ja, kom je nog? Oh. Dat is een roze wazen. Echt hoor. Hé, daar was de kloof. Klover. Nou, dan is het nu de vraag, wat moeten we nu? Weer door water heen, oké. Okay. Moeilijk. Ja.
Gewoon blijven volgen. Zolang hij in beeld blijft, blijft hij actief. Kijk eens hoe praktisch dit is. Je hoeft er niks te doen. Nou, dan is de vraag, wat voor ding krijgen we nu? We hebben parasol en speer. Pak wel van een banaan. Yo. Hoppakee. Oh, jij wil spannend doen. Oké, prima joh. En dan. Hoppakee. Waarom gaat hij elke keer naar boven? Goeie vraag. Nou, ben je weer volledig geheeld en gaan wij weer terug naar de normale wereld. Hoppakee. Nou, dat is klaar. Dan kunnen we hier naar beneden. Ding! Nice. Nicing on the cake. Hey, en een keer weer twee. Toppie, oppie. Level 4. Nou, we komen bij level 4. Naar rechts, denk ik. Ja. Moeilijk. Nou, hebben we hier onze papaya's? Nee, nog steeds water. Je ziet nu ook dat bijvoorbeeld alles wat gerelateerd is aan een tool, dus een parasol of een speer, gaat allemaal mee terug onder water. Omdat gewoon een het is een extensie van Kirby, dus daarom... Ja, precies. Over geheime tunnel gesproken. Mm-hmm. Geheime tunnels. Geheime tunnels. Door de bergen. Geheime tunnels. Fuck it, we hebben invincibility frames en ik ga ze gebruiken ook. Ja, precies. En een cookie. En een cookie en een parasol, wat wil ik nog meer? Niet had veel schade oploopt, maar ja. Ja, schade. Zullen we er boven gaan? We zullen het wel doen, ja. Moet je me alleen even helpen, ik heb even niks. Even een zwaardje. Wat hebben wij hier? Oh, random crap. Oh, iets te snel. Ja, dat kwam omdat ik omhoog sprong. Mm. Weet je wat mooiste is? Ik heb nog steeds de sleutel. Ja, wat fuck. Dus ik kan dit doen. Helemaal goed. Hey jongens, gezellig hier, de ballen. En laat ze niet vallen. Kom wel, doe wat je wil, ja. Pokémon. Precies. En dit is waarom zwaard broken is onder water. Ik kan gewoon dit spammen en niemand die me kan raken. Wow, van die stekelingen. Ja.
Hoppatee. Gewoon een continue spin attack dit. What the fuck. Wil je water? Nee, ik doe wel een speertje. Wat mogen we hier doen? Ding in de fik steken waarschijnlijk. Ah nee, kom hier. Moet je het meenemen? Nee, wacht even. Oh. Waarschijnlijk moet iets worden opgezogen. Maar je kan niet opzuigen, dus fuck it. Dit is praktischer. There we go. Ow. Wat is dit? Ook speer, maar je hebt nu jouw speer kwijt. Yep. Zo. Hup. Daar we gaan. Kijk weer terug. Nee, heeft niemand meer iets. Zwem, 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 zwem voor je leven. Mash, 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 mash. Mash, of alsof het potatoes zijn. Mm-hmm. Je moet wel zo beneden wachten dat het dan nog... Ja, waarschijnlijk. Oh, ja. Dus dan moet je iets sneller naar beneden gaan. Nou wel. Nee, je weet wat je nu moet doen. Rush je die op. Ejo. Nice. Nice, nice, nice. Hebben we onze favoriete enemy weer. Oké. Dat is een grote jongen. Nu heb jij weer een mooie sperrie. Ja, je dacht, ga ik toch even pakken. Mm-hmm. Dat was een speer. Mm-hmm. Ja.
Ze worden alleen maar groter, of niet? Ja, niet normaal. Hoppatee, dat was het lettertje weer. En de aflevering. Ja. Zullen we deze bonusronde nog even doen? Zo, dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. Ik zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.